Een mondmasker een hele dag dragen, dat is best vermoeiend. En om er dan ook nog een hele dag mee les te geven, dat is helemaal lastig. Enerzijds ga je heel weinig zuurstof binnenkrijgen, dus je gaat heel snel ook een droog gevoel krijgen. Anderzijds ga je ook het gevoel hebben, ik ben niet goed verstaanbaar. Dus ga je extra kracht op die stem zetten om luider te klinken. In dat geval denk ik dat een face shield toch nog beter is als je daarvoor kan kiezen. Hè. Vooraan in de klas kan je daar misschien wel af en toe voor opteren. Dat geeft iets meer ademruimte en er zit ook een kleine galm in, waardoor je veel minder dat gevoel gaat hebben dat je luider moet en dus de stem minder gaat belasten. Vooral met dat mondmasker kan je het gevoel hebben dat je minder verstaanbaar bent. We gaan dan heel snel luider gaan om volume te maken. Wel, doe dat niet. Ga je verstaanbaarheid niet in dat volume zoeken, maar ga eerder trager spreken en spreek je medeklinkers uit. Het zijn eigenlijk de medeklinkers, als het ware, die katapulteren door de demping en door de ruis van je klas. Dus ga extra inzetten op die hoge frequenties van die medeklinkers. Lesgeven is altijd al veel praten en dat zorgt voor uitdroging om de stemplooien. Met een mondmasker ga je dat natuurlijk nog harder hebben, want de lucht die binnenkomt gaat droger zijn. Dus het is belangrijk dat je gaat bevochtigen. Dat kan je doen door te vernevelen. Er zijn toestelletjes voor. Je kan ook dampen. Bijvoorbeeld met dit toestelletje. Je doet daar heet water in. En daar gewoon met je neus boven gaan hangen. Of als je dat allemaal niet bij de hand hebt, geen probleem, dan is er nog de grootmoederswijze met de handdoek boven de hete kom water. En op die manier ga je die stemplooien helemaal terug bevochtigen. Dat kan je voor het spreken doen, kan je eventueel ook 's middags doen en zeker ook na het spreken. Maar het is natuurlijk ook spierwerking. Je gaat werken met je spieren en net zoals bij het sporten is het heel belangrijk dat je die spieren ook gaat opwarmen. Dat kan je doen door 's ochtends te zoomen. Op allerlei klinkers. Of eventueel liptrillingen. Je kan daar de hoogte in, de laagte mee. En met die liptrillingen ga je ook meteen die belangrijke medeklinkers opwarmen. Spreek best in korte zinnetjes. Dat zal je comfort vergroten en ook je ademhalingstippen verbeteren. Spreek je te lang door op één adem, dan heb je kans dat dat mondkapje zich op een zeker moment, omdat je te fel moet gaan inademen, voor een stukje naar binnen zuigt. En dat is heel vervelend. Las toch ook veel meer spreekpauzes in dan je eigenlijk gewoon bent. Zowel met de mondmasker als met het face shield. Omdat je toch op die manier even tussendoor je kaak kan loslaten. Zelfs eventjes kan zuchten. En dat gaat eigenlijk die keelspieren ontspannen. En als je dan een mondkapje op hebt, is het ook ideaal om misschien even te geeuwen. Want geeuwen en zuchten, dat is iets dat heel ontspannend is voor de stem. Dus vanaf nu mag er gegeeuwd en gezucht worden op school. Als je gezicht bedekt is, zet dan extra in op andere lichaamstaal. Ga bijvoorbeeld veel meer je handen gebruiken dan je gewoon bent. Kijk de kinderen ook goed aan, dan weten ze naar wie dat je aan het spreken bent. Dat vergroot de aandacht en de verstaanbaarheid. Als je bijvoorbeeld met het face shield spreekt, dat zit dan rond je hoofd, wel, draai dan voldoende je hoofd om die kinderen goed aan te kijken. Ook dan zal je sneller kunnen detecteren of ze alles begrepen hebben. Dit waren enkele tips die je hopelijk al kunnen helpen bij de grote uitdaging die voor ons ligt van het spreken, lesgeven met mondmasker en face shield. Blijf je toch met klachten zitten, dan kan persoonlijk advies jou waarschijnlijk nog wel wat meer helpen.